Meneer Dijkhoff, even korte vraag. Steunt u Zijlstra nog? Kan hij door? Er is vanmiddag een debat en tot die tijd zeg ik eigenlijk helemaal niks over. Gaat u in het debat zeggen dat hij gaat aftreden? Is het een moeilijke keuze? Er is vanmiddag een debat en tot die tijd zeg ik er niks over. Zoals ik net zei, dan blijf ik wel even consistent in. Er wordt toch wel overlegd, zie ik hier zo her en der. Ik houd het nog wel 10 meter vol tot ik bij de fractiedeur ben. Dat ik nog een keer zeg dat ik niks zeg totdat er een debat is vanmiddag. Want dat debat is er niet voor niks. En tot die tijd zeg ik dus ook niks. Oké, we wachten het af. Kan Zijlstra verder wat u betreft? Daar is een debat voor vanmiddag. Ja, u wil daar niet op vooruit lopen? Nee, dat doen we nooit met debatten. En zeker niet als het gaat om de positie van een bewindspersoon. Is het een moeilijke keuze? Dat is aan hem om zich te verdedigen. Oké, dus u laat de bal bij hem? Nee, ik heb aangegeven wat ik gisteren zei en er is vanmiddag een debat. Goedendag. Hoe moet dat nou verder met Zijlstra? Ik heb geen dingen om te zeggen op dit moment. Even één korte reactie. Een korte reactie? Van de positie van het CDA. Nee, we hebben nog geen nieuws. Dus dat komt vanmiddag, debat. Jullie wachten het debat af?